Hey Unibet-expert, Charlotte hier. Vandaag leer ik jullie twee vrij atypische pokerstrategieën, namelijk limpen en checken in the dark. We gebruiken het woord limpen wanneer iemand gewoon het minimumbedrag betaalt om de flop te mogen zien. Bijvoorbeeld de under the gun die gewoon 50 legt, namelijk de big blind. Of de small blind die gewoon ook er 50 van maakt. Beginnende spelers limpen heel vaak. En persoonlijk ben ik niet zo'n fan van deze strategie. Waarom? Het wijst vaak op een vrij zwakke hand. Als je dan toch wil limpen, doe je dat best in late positie. Waarom? Dan heb je minder kans dat er spelers achter jou nog een race doen waar je mogelijk wel moet gaan folden. Een check in the dark wil zeggen dat je gaat checken alvorens de dealer nog maar kaarten op tafel heeft gelegd. Een check in the dark kan een interessante move zijn als je de eerste bent die moet handelen na de flop. Het kan ook interessant zijn om te gebruiken als je het gevoel hebt dat jouw tegenspeler jou veel te hard in de haten heeft. Op die manier kan je nadat de flop er is, rustig naar deze flop kijken zonder dat je informatie hebt weggegeven. Er zijn ook heel wat tegenstanders van deze move. Stel, je hit een set op de flop en je hebt niet de kans gehad om te betten, dan heb je natuurlijk heel wat waarde gemist. Dus nu weet je dat er twee strategieën zijn die je achter de hand hebt voor wanneer de tijd misschien ooit eens rijp is. En in tussentijd weet en onthoud dat je 21 plus moet zijn om poker te spelen en speel vooral verantwoord.